ik jullie leeftijden weten. Hoe oud bent u? Ik ben geboren in 1925, dus ik word dit jaar 90 jaar. Goh, wat een leeftijd al. En hoe oud bent u? 87. En u? Ik ben 71. Waarom weten jullie zoveel van het spoor? Omdat mijn vader werkte bij de spoorwegen. En we woonden ook heel kort bij het station. Bijvoorbeeld het Seinhuis stond maar een meter of 20 van ons vandaan. Zo kort. De treinen reden ook vlak achter ons, achter de keuken langs, zal ik maar zeggen. Dus jullie zijn helemaal opgegroeid met treinen en van alles? Die hoorden we niet meer. Nee? Nee. Want die kwamen toch dag en nacht langs? Ja, daar raak je zo aan gewend. Ja. Jullie hebben dus de oorlog ook meegemaakt aan het spoor? Wij hebben de oorlog aan het spoor ook meegemaakt, ja. Dan zat je er echt letterlijk middenin, denk ik, hè? We zaten er middenin, ja. De oorlog was 3 weken aan de gang en toen werd het station gebombardeerd. Dus dat was onze eerste ervaring. En wij zijn allemaal met blote voeten over de trap die vol met glas lag. En niemand had een schaafwond. Onvoorstelbaar. Ja, maar toen waren we dat natuurlijk nog helemaal niet gewend. Nee. Jullie hadden een schuilkelder onder het huis? In de kelder was, daar kon je in staan. Daarna is die helemaal gestut met bielzen, spoorbielzen. Oh ja. En daar hebben we ook heel veel in. Dus daar sliepen we met z'n allen in, als het nodig was. En dan moet je weten, door die kelder liep wel de gasleiding en de waterleiding. Dus als er echt iets gebeurde, dan waren we nog slechter af dan dat we buiten geweest waren. Het station is toen ook helemaal kapot gebombardeerd? Of? Nee, dat viel mee. Dat hotel ook zo. En daar zijn doden gevallen. Dat was de eerste ernstige iets wat je meemaakt van de oorlog. Ja, dat moet toch wel heftig zijn geweest. Dat was heftig. Vooral als je dan al nog wat jonger bent. Het overkomt je in één keer en je moet het ook allemaal maar snappen, hè? Toen de oorlog begon, hebben jullie natuurlijk ook meegemaakt. De treinen die langskwamen met oorlogmateriaal. Ja, heel veel. Maar vooral op het eind van de oorlog, toen in Nederland werd eigenlijk helemaal leeggehaald. Hè. Dag en nacht reden die wagens en veel krijgsgevangenen die naar Duitsland gingen. Joden die naar Duitsland gedeporteerd werden, jawel. Wij dachten dat die gewoon verplicht moesten gaan werken in die ijzerfabrieken. En wij hebben nooit geweten dat die naar die kampen gingen. Nee. Nooit. Dat hebben we pas. Ook na de oorlog zijn we er pas achtergekomen. Hè? Ja. Ik denk de Joden zelf ook niet geweten hebben. Dat die ook dachten, we moeten gaan werken, hè? Misschien. Dus ik geloof zeker dat die, toen ze in die treinen vervoerd werden, dat ze niet wisten dat het zo erg zou zijn. Nee, dat denk ik zeker wel. En die treinen, stopten die ook in Boxtel? Sommige. En als ze dan bij ons voor de deuren, zal ik maar zeggen, voor het huis stopten, dan die waterkruikjes, dat was vreselijk. Je zag gewoon de handen zo uit die bovengaten komen. Wij liepen dan gewoon over de rails en haalden ze en dan weer in de keuken. Vulden we die met water en dan schoten we weer snel terug. En dan, dan konden ze toch wat drinken. Hè? En dan liep er toch wel een Duitse soldaat met een geweer op zijn schouder langs te patrouilleren. Hij wist het ook wel, maar hij liet het toe. Hè? Ja. Och, die soldaten zelf waren de slechtste niet, hè. Anders lieten ze ook niet toe dat wij die mensen in die treinen drinken gaven. Hè. Dat is wel zeker. Ja. Ja. En hebben jullie nou ook meegemaakt, net zoals jullie vader, dat hij ook... Mijn vader betaalde. Ja. Zo ploeggenoten uit. Ja. Wij weten tot nu toe nog niet waar ons pa dat geld vandaan, waar hij dat gehaald heeft, maar die betaalde ze wel uit. Oh. Ja. Het station in Boxtel, want tijdens de oorlog, was er gewoon ook nog dat iedereen gewoon in de trein kon naar Den Bosch of naar Eindhoven, of was dat zo niet toen? Jawel, je kon gewoon reizen, maar op het laatst, weet ik wel, moest ik regelmatig naar Den Bosch, ergens voor een studie dan. En dan zat ik ook in een goederenwagon, reden wij dan, hè. Hadden ze die deuren openstaan. Ja. Die deuren waren echt zo breed als hier deze tafel. Mm-hmm. En dan hadden ze dan een stang dat wij ons aan vast konden houden. Er waren er eigenlijk geen echte personentreinen meer. Nee, hè. Nee. Het was, En het station is altijd wel intact gebleven in de oorlog? Het station is vrijwel intact gebleven, maar heel veel beschoten. Hè. We hebben heel veel beschietingen gehad vanuit de Engelse vliegtuigen. Hè. Dan doken ze naar beneden en dan vanuit de kop van het vliegtuig probeerden ze de locomotiefs onklaar te maken,
dan kon die trein ook niet rijden. Mijn zus heeft in een trein gezeten die echt beschoten is. Ik was al wel bang hoor. En ook omdat mijn vader het zo uitdrukkelijk verboden had. Dat jullie mee mochten rijden eigenlijk? Ja, wij mochten niet in dat, met het vrij reizenkaart mochten wij niet met het Genepslijntje. Van mijn vader dan. Hè. 9 vliegtuigen vlogen over. En toen werd ik vreselijk bang. En toen zegt die man, en zegt, hoef je niet bang voor te zijn. Ze zijn met z'n 9e. En die komen niet. Maar gelijk gingen er 3. Terug? Ook keurig, of het een show was, naar beneden. En die vlogen dus heel erg laag, de eerste, over de trein om te waarschuwen. En die trein stond acuut stil, want we vlogen ongeveer naar elkaar. En die man zegt, loop eruit. En niet richting locomotief. Die was doorzeefd. Dat was, nou ja, die honderden. En dan het eerst het ene vliegtuig en dan die schoot erop en dan kwam het andere toestel en toen het derde. Er was geen enkele wagon geraakt, alleen de locomotief. Ja. Knap hoor, ja. Heel knap. Ik ben niet meer in de trein geweest. Nee, hartleers. Nee, Nee, ja. Ik ben niet meer, ik was ervan genezen. Ja. De V2 is toen gevallen. Vlak achter ons eigenlijk waren 9 mensen overleden. Dat was zo'n geweld dat de ramen er allemaal uitsprongen. En het Seinhuis is op het eind van de oorlog opgeblazen. Het ging als lucifershoutjes gingen de lucht in, echt waar. Oh. En toen gingen bij ons ook al de ramen mee uit de dingen. Zo kort zaten wij erbij. Oh. En toen heeft mijn vader, dat vind ik God, jammer dat we geen foto's hebben. Er was geen glas meer. Heeft hij allemaal plankjes. Voor het raam en dan de onderste 3 plankjes had hij scharnieren gemaakt en dat was licht om te luchten. Een stokje ertussen. En, want er was helemaal geen glas. Nee, dat kon je toen niet meer aankomen. Nee. Hè? Toen ik zat op de Mulo en dat was ook, het klooster was in beslag genomen door de moffen. En toen, wij hadden dus uitgevonden, als je dus een briefje pakt, een code, en dat is dan ontplof rotmof en dan kon je niet zien, dan zag je alleen de O, dit buikje en dan aan omdraaien en dan het boogje erover en dan had je de O. Oh ja. En maar, wij zaten en dit hebben wij naar beneden gegooid tussen de militairen. Dat waren Duitsers, die militairen? Ja, toen hebben we zo vreselijk op onze kop gekregen en dan is geen raam meer open geweest. Nee. Al was het bloedheet. Dat was dan de straf, ja. Heeft hij nou later ook nog zo, want het is toch wel heftig om mee te maken als kind, hè? Ja. Wat heeft hij zo voor met u gedaan? Dat viel toch wel mee. Toen de bevrijding kwam, hebben jullie daar ook iets van meegekregen? Oh. Hoe was dat? Onvoorstelbaar. De hele nacht achter de muziek. En ik weet wel dat ik op een gegeven moment op mijn blote voeten, mijn zolen waren weg. Ja. En we hebben onbestaanbaar. Dat kan je niet voorstellen. Door Boksel gezongen en gedaan. Nu je altijd zo met tussen de treinen opgegroeid zijn. Hè? Zijn jullie ook een beetje treingek? Ja. Ik wel. Ja, ik ook. Trein doet me iets. Ja, echt waar. Het zit in de genen, zonder meer. Ja. Zonder meer. Ja. Pa was ook een echte spoorman. Hè? Ja. Echte spoorman, ja.